Goedenavond, beste kijkers. Leuk dat u weer verbonden bent met ons via deze stream. Vandaag is de gast Arjen Huizer. Arjen, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, inmiddels zien we je steeds vaker. Het is supergezellig altijd. Ja, het is altijd weer een feest om met je samen te werken. Nou, leuk. Maar toch, eigenlijk weten we niet zo heel veel van je. Ik weet alleen dat je door de weeks zelf ook een bedrijf hebt in de ICT. Maar hoe zit het nou met de muziek? Dat wordt steeds meer. Ik doe steeds minder ICT en steeds meer muziek. En dat is wel erg leuk. Nu deze opname en vanavond mag ik weer op een havenconcert staan. Als dit wordt uitgezonden is het inmiddels stuk gebeurd. Maar het is ontzettend leuk om weer lekker in het weekend veel met muziek bezig te zijn. En vandaag ga ik me ook helemaal laten verrassen door jullie sowieso altijd. Maar zeker ook door het orgel. Het is een Frans orgel. En ja, ik heb nu eens bedacht van oké, ik heb verschillende thema's in mijn hoofd voor twee psalmen. En daar ga ik op improviseren. Een bestaande weliswaar is psalm 95. Die heb ik hier ook eerder opgenomen. Dus die ga ik nog een keer doen. Maar dan kijken wat daar dan weer uitkomt. Dus dan hou ik me wel redelijk aan het thema. Mm-hmm. En de andere is psalm 89. Dan ga ik kijken wat daar gaat gebeuren. En ik ga, dus weer is heel wat anders. Dus ik hoop dat mensen het leuk vinden. Maar dat is voordeel van YouTube. Je kan ook gewoon skippen als je het niet leuk vindt. Ja, maar laten we dat nou niet vertellen. Nee. Nee, ik heb vorige week in Zierikzee bij een opera-gala gespeeld. Dat is weer heel wat anders. Maar opera is, net zoals musicals, dat is best wel hele mooie muziek. Dus wat ga ik vandaag doen? Dat is een beetje een uitstapje. Ik ga een medley maken van verschillende opera-thema's. Oh, dat past wel heel goed bij iets waar wij op de achtergrond als stichting mee bezig zijn. Oh. Dus bij deze alvast een soort kleine teaser. Ja, vertel. Daarvoor. Maar dat wist ik niet. Ik kan nog niet zo heel veel vertellen. Maar we zijn in ieder geval bezig om met klassieke muziek en orgel iets heel moois te gaan maken. En toch met een modern tintje. Nou, kijk. Dan is dit een beetje een aftrap misschien van. Ja. Want ik pak bekende thema's. En een beetje op een moderne manier laat ik het orgel daar spreken. Nou, we laten ons graag verrassen. En natuurlijk de vleugel, hè? Uiteraard. Ja, ik ga wat de nummers van mijn nieuwe cd spelen. Ik heb twee nieuwe albums met rustige geestelijke liederen. Die ga ik vanavond op de, of vandaag op de vleugel. Ik weet niet wanneer het uit wordt gezonden, maar ja, binnenkort. Binnenkort. Dat ga ik tussen spelen en ja, improviseren. Dus ik laat me helemaal verrassen door ook weer dit instrument, de vleugel, in deze prachtige kerk met een hele mooie akoestiek. Nou, ja, we zijn vandaag dus de gast in de Bartholomeuskerk hier in Zevenbergen. Een zeer mooie kerk. Met een hele mooie akoestiek. Dus wij zijn zeer benieuwd wat je voor ons in petto hebt. Ik hoor net je iets aanstippen over twee cd's. Waar kunnen de mensen die krijgen? Of kopen eigenlijk? Ja, nou, ik heb weer, net zoals de cd ervoor gekozen om deze alleen via de stream beschikbaar te maken. En dat kan via Family Stream. Oké. Daar staan ze alle twee op. En als één album, dus een verzamelalbum, staan ze op Spotify. Oké. Nou, dan kunnen de mensen je daar zoeken en genieten van je muziek. Yes. Ik wens je in ieder geval heel veel succes, heel veel plezier en wij gaan genieten. En u kijken thuis hetzelfde. Heel veel plezier en heel veel genietmomentjes toegewenst tijdens de muziek van Arjen Huizer.